deze som zit alleen in het VWO-boek en dat heeft ermee te maken omdat je hier niet, ja, je kunt niet alles weten namelijk. Je moet namelijk deze twee hoeken berekenen en hoek E zit in een vierhoek. En je moet hier dus weten dat de hoekensom vierhoek, dat dat 360 graden is. Ofwel alle hoeken van een vierhoek bij elkaar zijn 360 graden. Dat is, die regel is in het HAVO-VWO-boek niet aan de orde gekomen. Dus het is niet dat deze moeilijker is, dus daarom in het boek. Je hebt hier een regel nodig, die staat niet in het HAVO-VWO-boek. Ik ga hem laten zien. We gaan gewoon beginnen. En ik ga vertellen, hoe pak je dit nu aan? Hij lijkt een beetje op dit figuur. Zo met die twee van die driehoeken. En dan moest je zo overspringen naar de andere driehoek. Ik weet niet of je die nog kunt herinneren. En hoe zit dat nu? Nou kijk, hier zit eigenlijk, je moet A en E weten. En hier zit dus een soort sleutel. Nu is het niet met overspringen, maar daar zit wel de sleutel. Met de sleutel ook eigenlijk de oplossing van het probleem. Want je weet dat 1, 2 en 3 samen, 1, 2 en 3 samen, die zijn 180 graden. Verder weet je dat deze hoeken even groot zijn. Dat zie ik aan die bolletjes. Dus hoek C, hè. En hoek 2, die heb ik niet goed getekend. Ik heb hem even opnieuw getekend. Oh, dat is niet de bedoeling. Verkeerde knopje. Ik heb hem even opnieuw getekend. En waarom heb ik dat gedaan? Dat heb ik gedaan omdat ik had deze hoek stom getekend. Die 2 en 1 is scherp. En dat is niet netjes. Hè, ik wil hem op een ander kleurtje. Ja, dan pakte hij hem. Zo, en de blauwe hoek. Nou, wat weet ik nu? Ik weet dat die oranje hoeken gelijk zijn. En dat had je kunnen zien aan het tekentje, zo, dat bolletje. Maar als ik ze inkleur, zie ik nog beter. Deze hoek is 50 graden. Nou, wat weet ik dus? Ik weet dus dat 1 en 3 even groot zijn. Dus ik heb drie hoeken. Die zijn samen 180 graden. Eentje is 50 graden. En deze twee hoeken zijn even groot. Hoeveel heb ik over voor deze twee hoeken? Ja, 130. En hoe kom ik daar dan op? Met z'n drietjes zijn ze 180. Die blauwe heeft 100, het blauw heeft 50 in gebruik. Dus je zou kunnen zeggen, die oranje hoek plus de oranje hoek, dat moet gelijk zijn aan die 180 min 50 graden. Maar ja, hoe schrijf je dat nou wiskundig gezien op? Nou, dan schrijf je zo op. Dit is hoek C. En dan schrijf je op hoe groot hoek C 1 en 3 samen zijn. Niet dit doen. Dat is niet goed, dat bestaat niet. Het is hoek C1 plus hoek C3. Hoek C1, 2 kan je wel, want die zitten aan elkaar vast. Dat is dus een verschil. Zo. Plus hoek C2 is gelijk aan 180 graden. Min 50 graden is 130 graden. En dan zet je achter gestrekte hoek. Zo, ik heb meteen even netjes gemaakt. Dus je zegt die twee oranje hoeken samen. Die twee oranje hoeken samen. Ik zal het nog even hier ook inkleuren, dat is nog beter te zien. Die twee oranje hoeken samen. Dus deze hoek en deze hoek. Die zijn eigenlijk even groot als 130 graden. Met z'n tweetjes, hè. Maar ze zijn eerlijk verdeeld. Dus ik heb 180 graden die ik eerlijk moet verdelen over die twee oranje hoeken. Of 180, dan zitten ze voor 130. Precies over twee hoeken verdeeld. Maar ze zijn eerlijk verdeeld. Dat betekent dat ieder de helft krijgt. Dus hoe groot is dan hoek C3 en hoek C1? En dan mag je in één keer zo opschrijven. Hoek C1 is hoek C3. Dan heb je ze gewoon allebei. Is gelijk aan 130 graden gedeeld door 2 is 65 graden. En dan zet je achter die tekentjes. Nou, je kunt ook zeggen, nee, ik doe dit gewoon zo opnieuw. Hoek C3 is 130 gedeeld door 2 is 65 en dan die twee tekentjes. Dat kan ook, hè. Dan laat je dit ertussen uit. En dan plak je dit erachter. Dat kan dus ook. Dus of je doet het zo, dat ze allebei 65 zijn. Ik denk dat een aantal van jullie handiger vinden. Of je doet het in één keer zo. En dan hoef je die tweede regel niet op te schrijven. Kies wat jij het fijnst vindt. Ik denk dat de meeste toch wel het fijnste vinden om hem dubbel op te schrijven nog. Niet iedereen, maar een aantal vinden daar echt nog wel het fijnst. Dus ik doe het eventjes zo, omdat ik denk dat de meeste leerlingen dat fijn vinden. Je kunt het in ieder geval makkelijker terugvinden. Dus daarom doe ik het nu even zo. Oh, ik vergeet het haakje. Zo. Wat heb ik nu eigenlijk? Nou, ik moest die A en die E weten. En deze
Die is 65 graden. En als ik nu niet wist wat ik moest doen, dan had ik deze al uit kunnen rekenen. Hè? Want dat had je misschien wel gezien. Er zijn met z'n drietjes 180. Eentje heb ik er, maar die zijn even groot. Nou, wat we nu gaan doen, is dus een nieuwe situatie ontstaan. We hebben nu deze, die en die. Van de vier hebben we de drie. En als je van een vierhoek het drie hebt, dan kun je de laatste uitrekenen. Hier heb je van een driehoek, heb je er nu twee. Heb je er van een driehoek twee, dan kun je de laatste uitrekenen. Nou, hoe zit dat nu? Daar gaan we weer opschrijven. Ik ga dit even kleiner maken. Oh, normaal had ik hem even op pauze, maar ja. Zo. En nu hebben we in twee stappen de som verder opgelost, zeg maar. Want we gaan nu eerst hoek A uitrekenen. Hoek A is 180 graden min de 38 graden min die 65 graden. En dan kom je uit op 77 graden. En let op, schrijf het zo op. Ga het niet helemaal achter elkaar plakken. Doe je dit, 180 graden minder dan in één keer dit bij elkaar opgeteld, dat is 103. Als je dit zo opschrijft, als dus je opschrijft hoek A is 180 min 103 is 77 graden, moet nog wel achterom, doe ik zo meteen. Dan moet je laten zien hoe je in 103 komt. Je mag nooit zomaar hier 103 noemen. Het staat nergens in het plaatje, staat nergens in het verhaaltje. Dan moet je altijd nog opschrijven dit. 38 plus 65 is gelijk aan 103. Altijd dan nog opschrijven. Laten zien, dat u begonnen was. Laten zien de hoeken die je gebruikt, hoe je eraan komt. Dit is het meest handig, want dan besef je heel goed wat je aan het doen bent. Ik haal die ene eraf, ik haal die andere eraf en de rest wat ik overhoud is voor die. Nou, niet zo opschrijven. Ja, ik heb dat heel vaak laten zien, hè? 180 min 38 is huppeldepup, min 65 is huppeldepup. Dat is breiwerk. Zo echt niet opschrijven, halen we punten voor af. Hier moet iets achter. En wat moet hier achter? Hoekensom driehoek. Zo, want dat is wat je hebt gebruikt. Dat ze met z'n drietjes in een driehoek zitten en dat die met z'n drietjes 180 graden zijn. Nu hebben we deze ook, maar we zitten aan de andere kant. Dus dit hebben we eigenlijk niet nodig voor de volgende. Maar leer het jezelf aan wat je uitrekenen in je tekening zetten. Als je een flexboek hebt natuurlijk. En of als je op je toets aan het werk bent. Niet doen in een boek waar je volgend jaar weer aan iemand anders moet geven. Want dan is het voor hun de lol af. Dat is net als een puzzel waar de antwoorden zijn ingevuld. Dat is echt gewoon helemaal niet leuk. Ik was bij de dokter. Dan zie je die puzzels liggen en heeft iemand gewoon die puzzel ingevuld. En dan nou ja, doet het er echt niet toe. Oké, dan gaan we nu naar deze. Deze was 77 graden. En dan gaan we nu uitrekenen hoe groot hoek E is. Hoek E zit in een vierhoek. Die zit in deze vierhoek. En van die vierhoek hebben we drie andere hoeken. Want we weten, deze is 68 graden, staat erbij. Deze heb ik net uitgerekend en deze is 90 graden. Hoe groot is dan hoek F, E, excuses. Hoek E is, en dan pakken we 360 graden. Waarom? Deze zijn bij elkaar 360 graden. Dit kan niet op een andere manier. Hier kun je alleen maar hoekensom vierhoek gebruiken. Daarom staat hij ook niet in het andere boek. Want daar is dat niet aan bod gekomen. Min, nou gaan we ze allemaal eraf halen. 77 min 68 min 90 is gelijk aan. En dan kom ik uit op 137 graden. En wat zet je daar nu achter? Hoekensom vierhoek. Stel je voor, jouw docent heeft dit overgeslagen van die hoekensom vierhoek, dan komt er ook niet zo'n soort vraag op de toets die alleen met hoekensom vierhoek op kan lossen. Dat zullen ze echt niet doen. Hoekensom vierhoek. Hoppa! Dat was een leuke som ook weer. Echt piezeltje, hè? Ja, ik hoop dat je er iets aan had. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei!